goed, dames en heren. De prankoorlog is in volle gang. En wij zetten alle middelen in om hier zo goed en actueel mogelijk verslag over te brengen. Allen heeft u kunnen aanschouwen hoe Thomas in een vorige uitzending zijn beide vijandige kampen heeft belazerd. Echter is het koning Giel die tot nu toe de meeste klappen heeft uitgedeeld. Hoe lang hij zijn positie op de troon weet te behouden, blijft de hamvraag, want zijn tegenstanders zijn uit op wraak. Ik ben erop geattendeerd dat velen van u mijn manier van verslaggeving juist zeer kunnen waarderen. Dit doet mij goed, waarvoor dank. Door naar de waan van de dag. Vorige uitzending heeft u kunnen zien dat Stefan een romantisch onderrondje heeft gehad met verleidster Fabiola. Maar het is nog niet gedaan met deze aanval van Team Thomas. Dit afspraakje zal Stefan nog een lange tijd blijven achtervolgen, want er staat hem een landelijke vernedering te wachten. Het is gedaan met tevreden. Giel, Thomas en Stefan hebben elkaar weer de oorlog verklaard. Ik realiseer me dat u een grote zorg hebt. Deze situatie komt snoeihard uit. De regering roept de noodtoestand uit. Sluit ramen en deuren. Team Giel, Team Thomas en Team Stefan. Stukje bij beetje veroveren zij het land met uiteenlopende grappen en rollen. We hebben echt een probleem. Hij kan voor gemeente rijden. De Tordo voor de allerkleinste. Hij laat hem afslaan. Je moet even zo meteen naar Slam FM luisteren. Nee, hoor niet. Wie zal er overwinnen in de prankoorlog? Stefan dacht dat zijn gruwelafspraakje met verleidster Fabiola het enige was wat Team Thomas voor hem in petto had. Helaas voor hem krijgt deze aanval nog een flink staartje. Thomas heeft namelijk de foto's van het romantisch samen zijn gedeeld met landelijke nieuwsbulletins. En daar zit Stefan uiteraard niet op te wachten. Even Stefan bellen. Ja, kijk, jij dacht dat het alleen maar die date was van Fabiola. Hou je bek hoor, gast. Wat dan? Ik stuur nu even iets naar je toe. Nee, kijk zo maar. Nee. Ik wil dit niet. Ik wil dit echt niet. Dit heb je niet gedaan! Thomas van de Vlucht! Dit heb je niet gedaan! Nee! Fabio de Volkers en Stefan StukTV zijn gespot op een date. Dit is te zien op een Instagram. Op de Instagram stories van de controversiële zangeres. Nee, god, nee. Fabiola en StukTV Stefan. Daten. Op shownieuws. Gast. Je bent zo hard de lul. Wacht maar. Het is gelukt. De kerst op de taart. Staat op shownieuws. Een volgende dag breekt aan in een prankoorlog. Na een hoop tegenslagen is Team Stefan vroeg uit te vieren. Op zoek naar zoete wraak. Goedemorgen, ik heb een paar uurtjes geslapen. Ik heb heel veel nachtmerries gehad over schapen. En één heel groot schaap, genaamd Fabiola. Dus nu is het tijd om Thomas sowieso terug te gaan pakken. We gaan hem een eerste rijles cadeau geven. En ik hoop dat hij dat kut vindt. Nou ja, ik ga hem sowieso pesten met het feit dat hij niet kan rijden. Dat vindt hij sowieso kut. Terwijl Stefan zijn reis voortzet naar de Rijnstructeur die Thomas een lesje gaat leren, ontwaakt Giel in zijn koninklijk onderkomen. De eerste slagvelden zijn niet in de koude kleren gaan zitten. Oh. Tering, ik vond wel een slooppartij gisteren meteen hoor. Dan voel je je wel meteen aan en die... Ik heb dus die track nog gebouwd. Giel heeft tot in de vroege uurtjes gewerkt aan een compositie waarmee hij zijn kompanen erop kan wijzen wie er met de scepter zwaait tijdens deze oorlog. Ik wil de jongens er helemaal niet de draak mee steken, maar ik wil gewoon in de aflevering laten horen wie nou de koning is. Dus op de leukste momenten draai ik even deze plaat. Terwijl Giel geniet van zijn ontbijt en eigen gemaakte volkslied, komt onze soldaat Stefan aan bij de eerder geregelde rijinstructeur. Een oude bekende, want een aantal jaar geleden heeft deze beste man al eens meegewerkt aan een video van ons bekende trio. Inmiddels heeft Thomas zijn rijvaardigheid nog steeds niet op orde en wordt het dus hoog tijd voor een extra lesje. Kijk eens, dat is lang geleden. Ja, dat is lang geleden, Merlin, meer dan 3 jaar. Wat goed dat je er bent, wat top. Ja. Dit is een heel nobel doel, ja, want Thomas moet wel leren rijden, toch? Hoe ziet een eerste rijles er normaal gesproken uit? De leerling haal ik op. We gaan naar een plek
waar ik alles rustig uit ga leggen. Dat betekent dat we gaan leren hoe moet ik nou uitstappen. Daarna gaan we leren sturen, joh, hoe moet je nou sturen? Dus dat wordt wel heel grappig. Ja. Oh, ik heb hier zoveel zin in, dit is zo'n goed idee. Wij gaan er gewoon achteraan rijden, maar ik vind het wel vet als jij gewoon met auto en al dat terrein oprijdt. En dan gewoon aanbelt en dan zegt, nou ja, ik kom voor je eerste rijles. Alsof, jij weet het ook niet, jij weet ook niet wat er aan de hand is. Jij moet gewoon iemand ophalen. Succes, hè. En ja, lekker gewoon irriteer hem een beetje, weet je. Hij mag niks, hij kan het niet, alles uitleggen. Let's go, volg jij mij? Ja, ik volg. Helemaal top. Team Stefan trakteert Thomas dus op zijn allereerste rijles. Het is te hopen dat hij hier dan eindelijk iets van zal opsteken. Het is echter niet enkel Team Stefan dat het heeft voorzien op Thomas. Ook koning Giel beraamt zich op een plan waarbij zijn kameraad op een gênante manier in de media zal verschijnen. Thomas komt met zijn eigen condoommerk. De Todoom. Ik ga een persbericht schrijven dat hij er ook voor uitkomt. Dat hij een groot geheim heeft, maar dat hij zich er niet meer voor schaamt. Voor zijn kleine piemeltje. En daarom heeft hij een condoom uitgebracht voor mannen zoals hij. Giel wil groot nieuws maken van Thomas zijn kleine zaakje. Maar voorlopig heeft ons soldaatje iets anders aan zijn hoofd. De door Team Stefan geregelde reisacteur meldt zich in alle vroegte onaangekondigd bij huize Thomas om hem te verrassen met zijn eerste rijles. Ik ben net wakker, ik krijg opeens bezoek. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, gezellig. Dat is wel lang geleden. Stefan die benaderde mij, maar we hebben echt een probleem. Hij kan voor gemeente rijden. Nou, als ik nog een keer op rijles wil. Ja, we gaan nog een keer op rijden. Nou, wil. Het was een moed. Oké, okay, is goed. Ik trek mijn schoenen even aan. Dat doe maar. Dan mag je als eerste gewoon naast mij komen zitten. Maar je kan natuurlijk voor gemeente rijden, heb ik begrepen. Ik ben de halve wereld over gereden de afgelopen jaren. Krijg ik een rijles. Kom. Waar is je Stefan dan? Oh, daar rijdt hij. Sneaky bastard. Eerst kijken of ik een 24 uur levering kan vinden met condooms. Vandaag besteld, morgen in huis. Lekker. De Todoom voor de allerkleinste. To, ik vind het wel echt respect dat je dit doet. Dat je er eindelijk een keer voor uitkomt. Presentator van Stuk TV, Thomas van der Vlucht, lanceert deze week zijn eigen condoommerk. Hij legt aan, zegt echt letterlijk gewoon van ja, je moet eerst even over je schouder kijken voordat je uitstaat. Thomas. Ja? Er zijn een paar dingen die je moet weten op een examen. Waarschijnlijk weet je dat al lang niet meer. Maar we hebben hier de ruitensproeivloeistof. Ja, dat is dit. Een olievulnop. Koelvloeistof. Banden, heel belangrijk onderdeel van de auto. En dan ga ik je even alles uitleggen hoe het in de auto werkt. Je mag wel aan deze zijde instappen. Oh, spannend. Ja? Hey, maar dit is jouw standaard verhaal, hè? Dit is mijn standaard verhaal. Jij dreunt dit op. Hier droom je ook van, hè? Ongeveer. Lig je dan ook met je vrouw in bed? 4 mm, 1,6 mm. We zijn er! Terwijl Thomas eindelijk leert hoe hij een automobiel dient te bedienen, is koning Giel druk bezig met het perfectioneren van het persbericht over het stukje rubber voor de allerkleinste. En daarbij hoort natuurlijk een toepasselijke quotatie van Thomas zelf. Wat voor quote gaan we Thomas laten zeggen? Ik draag al jaren een groot geheim bij me. Ik realiseer me nu ik er ouder voor word dat ik me er niet meer voor hoef te schamen. Precies. Hoe langer ik een groot geheim bij me moet houden, de tijd van schaamte over de grootte van je lid is voorbij. Hè? Je bent echt een eikel. Ben ik een eikel dan of niet? Zo, dit fucking... Het is wel heel heftig, hè? Ja, dit is kut. En vooral als het echt gaat leven in de media. Dan... En dan, we gaan er gewoon proberen. En laat hem heel langzaam opkomen. En dan gaan we linksaf. Ja, denk eraan dat je altijd even kijkt of er niks om je heen zit. Hè? Nee, er zit niks. Oh! Hij laat hem afslaan! Zit jij nou? Hij slaat af! En nog een keer naar links. En nog een keer naar links. Zo, gewoon naar rechts. Nee, links. En dan gaan we weer links. Kijk die kop! Ik ben een beetje duizelig. Heb jij geen last van? Nee, ik ben het gewend, hè. Je stelt wel even geduld op de proef, hoor. Oh, wat is dit? Ik kan dit de hele dag kijken. Hij heeft al 5 rondjes gereden. Oh. Off-road cursus. Off-road. Wat ga je nou? Wat is hij nou aan het doen? What the fuck? Hij rijdt gewoon over het gras heen. Ja, zo kan het ook. Ja. Maar volgens mij was dat niet de bedoeling. Nee.
We hebben net een stukje gereden. Ik heb geconstateerd dat het op zich goed ging. Ja. Behalve die slip dat we even door het gras heen gingen. Ik vind het heel fijn dat je de tijd hebt genomen voor dit goede doel. Ik vind dat heel leuk. Met een schaamteloos kiekje voor in het plakboek wordt Thomas zijn eerste rijles afgesloten. Of hij nu over voldoende ervaringheid beschikt, laten we aan onze kijkers thuis over. Thomas brengt zijn zojuist opgedane lessen direct in de praktijk. En stuurt zijn eigen automobiel richting de studio's van een landelijk bekend radiostation. Vanwaar hij een volgend salvo op Team Giel en Team Stefan kan afvuren. Tada! We gaan even een mooie radioshow maken. Over Giel en Stefan. Hier heb ik wel zin in. Hey, gozer. Sta ik nou direct alweer op beeld? Zeker. Gecycled heb met jou. Even kijken, een roos van Giel en Stefan. Een roos doen is moeilijk, want je moet natuurlijk grappig zijn. Maar een roos schrijven over Giel en Stefan is niet zo moeilijk, maar vooral zielig. Team Thomas wordt bijgestaan door de radiotroepen van Slam. Samen met zijn compaan en radiodiscjockey wordt er gewerkt aan een zogenaamde roast. Een grillige grap. En om nog extra olie op het vuur te gooien, wordt ook commandant met snor Bram Krikke opgetrommeld. Maar wij tikken even een roast voor vanavond, voor Giel en Stefan. Oh. Op de radio, dus we liepen heel even vast. Dus we dachten misschien heb jij nog wat dingen die te binnen schieten. Ja. Als jij gewoon wat dingen bedenkt, dan schrijven we dat gewoon erbij. En dan hoor je nog niet alles. Als jij wat dingen bedenkt, ik ben geen aap. doe eens een trucje. Ja, doe eens een trucje. Moet ook een keer roosten. Ik hoop dat je zo meteen ondersteboven over de A1 glijdt. Dag. In allerijl werkt Team Thomas aan de roast die men vanavond op de ether ten gehore zal brengen. Ondertussen verlaat koning Giel zijn veilige basis om alvast inkopen te doen voor een nieuwe poets die hij heeft bedacht. Kijk, koning Giel, die moet natuurlijk ook een beetje het liefdadigheidsgevoel overbrengen. Hè? De mensen vinden het leuk om een cadeautje uit te pakken, hè? Gratis cadeautje krijgen. Dus ik dacht, ik ga het hele huis van Thomas inpakken met gewoon inpakpapier. Weet je, dan heeft hij weer wat uit te pakken. Giel blijkt een gulle koning en is van plan de eigendommen van Thomas eens goed in te pakken. Inmiddels is een avond ingeslagen en terwijl Team Thomas de laatste hand legt aan zijn poëtische radio-uiting voor zo dadelijk, ontspringt er bij soldaat Stefan een nieuw plan. Oké, luister, er schoot me net echt iets geniaals te binnen. Giel is natuurlijk helemaal gek van zijn kledinglijn en van kleding en alles wat met kleding te maken heeft. Dus ik ga een kledinglijn maken voor Giel. En dat moet zo snel mogelijk, moet dat, want daar moet ik veel voor doen. En toevallig heb ik een adresje, dus die ga ik nu bellen. Yo, Stefan. Hey, topper, hoe is het met jou? Lekker, joh. Met jou wel. Ja, met mij gaat het goed. Ik heb een hele gekke vraag aan jou. Ik ga maar meteen gewoon eerlijk en duidelijk zijn. Ik wil graag shirts waarop staat I hate Giel. Wil ik die eigenlijk gaan uitdelen aan heel veel bekende mensen? Ja. En ja, dat zij dat allemaal gaan posten, dan ziet iedereen dat shirt. Dat is een beetje het idee. Ja, morgen zeker. Nou ja, het liefst wel. Ga ik regelen voor jou. Ja? Weet je. Oké, topper, dankjewel. Yes. Super. Top man, dankjewel. Ik ben blij morgen als ze klaar zijn. Helemaal top, dankjewel. Oké, top, dankjewel. Doei, doei. Hoi, hoi. Doei. Oh, deze man is zo fucking bazie, hoor. Yes. Terwijl Stefan zeer gemotiveerd richting zijn onderkomen afreist, is Thomas klaar met het schrijven van zijn roast. Er ontbreekt alleen nog één belangrijk element. Een geslaagde radioshow heeft een pakkende tune nodig. Dames en heren, hooggeëerd publiek, welkom bij de... Dames en heren, hooggeëerd publiek, welkom bij de Anti-Giel en Stefan Show. Alles is gereed en het moment van de waarheid komt steeds dichterbij. Binnen enkele minuten zal Thomas zijn roast via de landelijke radiogolven op zijn vijanden afvuren. Gast, Thomas Balbaar. Steve? Je moet even zo meteen naar Slam FM luisteren. Nee, je lult. Even serieus. Je lult. Kijk of we Giel nog een pak kunnen krijgen. Yo. Wat is er met hem? Alle kampen zijn in stelling gebracht. Het aftellen is begonnen. Team Thomas heeft de hele dag gewerkt aan één aanval die zijn tegenstanders niet zagen aankomen. En een ganse natie zal in enkele ogenblikken getuige zijn van dit slagveld. Dames en heren, hooggeëerd publiek. Bij de Anti-Giel en Stefan Show! Gaan ze het de hele tijd doen? Ja, fantastisch. Wat is dit, man? Thomas die belt dus op een gegeven moment en die wil dus even het een en ander recht zetten. In zaken de collega's. Ja, ik ben zo vaak genaaid door die twee. Dat ik dacht, ik ga ze nou eens even goed terugpakken. En ik denk dat meer mensen met mij zijn. Ik word gebeld momenteel door Giel de Winter. Oh ja. Nee, zal ik hem opnemen? Nou zijn ze er opeens wel. Zal ik hem opnemen? Mij bellen ze nooit. Ja, ik zet hem even op speaker. Ja, doe maar.
Hey Bram, werk je nou met een gast die een IQ heeft van een aap? Maar ik vind het wel slecht verhaal hoor, dat jullie nu ineens beweging met Thomas op zijn gegaan. Het kan toch niet zo zijn dat ik al trouwe bezoeker ben, al 2 jaar bij jullie. Bla 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 bla. Hang maar op, hang maar op. Kan nemen. Ja, en zie je? Geen zin in. Hey Pik. Wat is dit? Ja, dit is echt. Ze gaan een half uur op de radio gaan ze ons gewoon alleen maar afzeiken. Dat meen je niet. Dit is echt heel kut. Ja, het is echt heel kut. Maar ik heb een roast geschreven. En daar ga ik het ook bij laten, denk ik. Anders Thomas die iets gaat voorlezen op live radio, dat kan niet goed gaan. Later wil ik weten. Nou, komt hij met nu komt hij met zijn roast. Thomas krijgt een beetje zo'n gampie eroverheen. Dit is mijn one minute of fame. Ga je gang. Een roast doen is moeilijk, want je moet natuurlijk grappig zijn. Maar een roast schrijven over Giel en Stefan is niet moeilijk, maar zielig. Het is schandalig dat ik hun zou afkraken, aangezien ik ontzettend veel aan die twee te danken. Laten we beginnen bij Giel, mijn maatje. Hij is mijn steun en toeverlaat. Ik kan bij hem terecht voor alles en niets. Hij kan pijpen als de beste. Vraag maar aan John. Hij is een geweldig ondernemer. Want als hij ervoor gaat, dan gaat hij er ook helemaal voor. Hij gaat diep. Wat slecht! Wat ook opvallend is, dat Giel meteen een functie achter de schermen kreeg. Hij is nu ook creative director. Een hele dure naam. Voor, je kan heel veel formats voor mij verzinnen waar ik heel veel geld aan verdien, functie. En dan nu over Stefan. Dat is een mooie vent, hè. Een vast contract, hoppa, burn-out. Lekker thuis chillen en doorbetaald kijken. Zo. Kassa. Maar Stefan is wel super creatief. Hij is super trots op zijn Alfa Romeo. Zijn auto heeft zeg maar alles wat hij niet heeft. Mannelijkheid en romantiek. Maar jongens, ik moet wel echt even oppassen met wat ik zeg. Anders morgen heb ik echt ruzie op kantoor. Of moet ik hem meer gevangenis noemen? Onder valse voorwaarden en onder druk van advocaten moest ik een burgercontract tekenen en genoegen nemen met een schaars salaris. Giel en Stefan zijn namelijk een soort van Kai van de R. Oh. Nee. Zonder jullie kan ik niks. Als een auto zonder motor en banden. Als een biertje zonder alcohol en een glas. Ik proost op jullie, want jullie is altijd feest. Love you, bro. Dit is zo pijnlijk, jongens. Waarom moet dit op live? Waarom moet dit op live radio, jongens? Even Giel bellen anders. Ja, wil je dat nu doen? Volgens mij... Met degene die multimiljonair is en 2 auto's verder. Dit bedoel ik, die attitude. Hè? Ja. Hey, jongens, heel even eerlijk, hè? Ja, To, ik vind het heel fijn. Ik ben blij dat je een keer je creatieve kant hebt laten zien. Ah, fijn, ik hou ook van jou. Nee. Oh, nee, ik kan oprecht zeggen dat ik niet van je hou. Hè? Nee, precies. Dat bedoel ik dus dit, ja. Hey, en ik geef je ook nog even een cursus voorlezen. Dan kun je dat eventjes bij de groep 8 kun je dat even opnieuw leren. Nou, nee, maar dat vind ik wel vriendelijk van je. Ja, is het goed? Nou jongens, jullie hebben een half uur moeite gedaan om ons af te zeiken. Ik heb 30 seconden nodig gehad om Thomas af te zeiken. Later! Ja, ik moet zeggen, hij deed wel beknopt. Ja, kortbondig altijd. Kortbondig. Hey! Jezus Christus, er kwam geen einde aan, man. Ik vond het ook gewoon tering ongemakkelijk. We gaan niet meer met Thomas communiceren. Geen belletje, appje. We negeren hem helemaal plat. We gaan hem 60 minuten lang, een uur lang, gaan we hem helemaal negeren. Dan gaat hij helemaal gek worden. Oké, helemaal goed. Later. Later. Ik ga mijn telefoon uitzetten. Thomas heeft rakenklappen uitgedeeld via de nationale radio. Beide slachtoffers likken hun wonden. Stefan trekt zich terug naar de veiligheid van zijn onderkomen. Veel rust zal hij niet krijgen, want ook in de late uurtjes is de vijand actief. Zo, koning Giel is er weer. Hoi. Hoi. Koning Giel. Rutger. Ik heb jou gebeld en jij bent een acteur voor vanavond. Ja. En het is een klein grapje bij Stefan. Maar jij gaat gewoon de hele tijd aanbellen en aankloppen. Maar dan als een compleet andere personage. De ene keer ben je een postbode, de andere keer heb je een krokodillenpak aan. En je laat je natuurlijk ook niet zomaar wegpesten. Je mag ook gewoon vervelend zijn. Oké. Okay. Ja? Postbode. Ooit postbode geweest? Nee. Nou, bij deze. Nou, super. Huppatee. Boom. Op naar Stefan. Stefan denkt in alle rust zijn avondeten te kunnen voorbereiden. Maar daar denkt de vijand anders over. Als jij zo loopt, ja, dan is het gewoon zo meteen bij de deur aan de linkerkant. Het is gewoon zo aan de zijkant en dan aan de linkerkant. Kan niet missen. En je wil binnen, je moet plassen en al. Ja.
dit nou? Rustig! Ik heb een pakketje voor Stefan. Ja, dat ben ik. Voor jou? Ja, dat ben ik. Zeker. Van erotisch postorbitbedrijf Geile Steef. Ik ben een beetje bang dat het gaat ontploffen of zo. Nee, dat valt wel mee. Kijk. Vind je het ook even goed als ik naar de verpleeg ga? Want ik moet eigenlijk best wel nodig. Ja, hier is de wc. Yes, gelukt? Ja, gelukt. Helemaal top, man. Ik schrok me helemaal de tering, gek. Ja, hier. We gaan je nu weer omtoveren tot iets nieuws, joh. Heb je wel een brilletje op? Ja, heb je wel een brilletje op? Ja. Ja, even een pennetje nog. Godsamme. Nee, dat je even open doen. Nee, ik ga het er niet open doen, joh. Is dat diezelfde? Ja, sorry, ik weet het niet. Nee, het is iemand anders. Hallo. Hallo. Goedenavond. Johan de Vries. Ik wil een enquête graag houden. Mag ik binnenkomen? Het is best koud uit. Ja, dat is oké, dank. Kom binnen. Ja. Ja, wat zegt gaat over politieke partij. Ja. Nieuwe politieke partij. En hoe vind je het op dit moment gegaan in Nederland? Ik ben zeer tevreden. Eigenlijk. Zeer tevreden? Ja, ik moet wel even mijn reis in de gaten houden. Ja, alleen een korte vraag nog. Ja, houd dus oude reis en mondjes in de gaten. Ik heb hier een poster. Als jij deze wil ophangen, dan ben ik je bijzonder dankbaar. Ja, dat gaan we doen. Ik moet al heel even naar het toilet. Ja. Dankjewel. Hier is het wc. Ja, dat is de wc. Ja, zeker. Echt. Jezus Christus. Wat is dit nou weer? Ik kan moeilijk die vent buiten laten staan, toch? Dat is gewoon een acteur. Ik hou van een rolspelletje, maar dit gaat wel heel ver. Hey, ik kom wel binnenkort even kijken of die poster hangt. Hè? Dus niet dat je hem gelijk in de prullenbak of in de open haard of wat dan ook. Oké. Tot ziens. Helemaal tof. Dankjewel. Doei. Pizza. Vanaf nu ben jij een Italiano. Buongiorno. Ik ben helemaal live. Ik wil gewoon even eten, man. Godsamme, joh. Ik sta voor godverdomme, man. Buongiorno. Zal ik hem even binnenbrengen? Nee, kom maar. Lekkere pizza. Eens genieten van deze pizza. Ja. Dat is een mooie poster voor jou erbij. Top. Ik moet even plassen. Je gaat er niet binnen komen, want hij staat doof. Oké, pizza is lekker, hè? Ja. Eet is makkelijk. Oké, dat was wel de laatste keer, meneer acteur. Ik ga niet meer open doen, oké? Ja. Lekker pizza. Ik ben er klaar mee. Ik heb hier een bak water. Ik deed het hier gewoon over naar mij. Oh, wie bent u? Jan-Willem Koning. Jan-Willem Koning. Jan-Willem. Wat komt u doen? Ja, ik ga een boekje voorlezen. Boekje voorlezen? Ja, ja. Lees. Nee. Koning. Ja, momentje, wacht even, mijn eten. Hier, opstaat, hier is hier weg. Huppatee. Water eroverheen. Optypen. Hier, wat ben je? Ik heb nog water! Ik heb een bak met water, jongen, jij gaat gelijk nat worden! Ja, ik heb je al, hè? Wegwezen! Hup! Je gaat hier, jongen! Kom op hier! Hey! Waar slaat het op, jongens? Jullie moeten gewoon even een beetje rustig aan doen hier zo, oké? Ja. Alle rumoer rondom Huize Stefan heeft de aandacht van de buurman en tevens eigenaar van deze woning getrokken. Hij komt polshoog te nemen van de nachtelijke activiteit op zijn terrein. Hoe dat afloopt, ziet u de volgende keer. Rest u mij te verzoeken een kamp te kiezen in deze prankoorlog. Laat op uw favoriete social media kanaal een uiting achter met hashtag Team Giel, Team Thomas of Team Stefan. Tevens kunt u hierbij gebruik maken van ons speciale prankoorlog filter op Instagram. Ja, niks aan de hand, ik vind het niet normaal hoor, echt niet. Frankie, het is goed je te zien. Ja. Dit is wel vet hoor. Ja. Alles gaan we inpakken. Alles. Ja, nou, hou op met me hoor. Ik wens u een prettige voortzetting van uw dag en kan dan eindelijk mijn aardappels afgieten. Tabé.